Als ik iets moois wil laten zien, dan laat ik zo'n romnea zien. Wat wij dan de spiegeleieren noemen. En dit is een plant die groeit. Die groeit aan de kust en die vindt het prachtig als de zon erop schijnt. En deze zal nog maanden doorbloeien en ontstracteren op zo'n bloemen. Uiteindelijk zie je wel nu beter welke planten welke omstandigheden willen. En goed tuinieren is toch eigenlijk vooral je planten leren kennen en in bepaalde omstandigheden. Dus de les, we leren er een les uit. Ik zal het maar zo zeggen. Hortensia's hebben het verschrikkelijk moeilijk. Hier hebben we dus bijvoorbeeld wel regelmatig water bij gezet. Dat is misschien zijn redding, maar we kunnen dat niet elke dag doen. Dus we hebben een advies, heb ik op internet opgezocht of op tv gehoord, dat weet ik niet. 2 keer per week sproeien, daar moet de plant het mee kunnen doen. Dit is bijna dramatisch voor ons, hè? Dit is de gunneraam, Gunneraam manicata. En het is normaal, is het gesproken, is dit gewoon de blikvanger hier. He, de prachtige monumentale grote bladeren. Je kunt nog zien wat er overgebleven is. Dit zijn hele grote bladeren, zijn dat. En het benadrukt echt de monumentaliteit van deze tuin. Nou, in het voorjaar heeft het veel geregend, dus ze hebben enorm lange stelen gekregen. En die knakken nou om. Ik ben bang voor de herfst, dat hij er niet leuk uitziet, omdat al het blad al verloren is gegaan. Al die processen, zeg maar, die zijn op een andere manier vinden die nou plaats. En wij zijn eigenlijk het mooiste in de herfst, dat vind ik altijd.